Mijn naam is Anthony Boulaert, interieurarchitect. Mijn eigen persoonlijke stijl kan ik beschrijven als hedendaags, warm, neutrale tinten met een mix van maatwerk en designklassiekers. Het project Grand Café Brasie is deel van een meerfaseplan voor de herinrichting van het casino van Oostende. Op vlak van het ontwerp van het interieur heb ik vrij spel gekregen, wat altijd aangenaam is natuurlijk. Maar op vlak van timing moest het wel snel gaan. Dus het is een project dat open moest zijn voor de zomer. Wat voor mij belangrijk is, is dat er een klik is met de klant. Dat het project mij ook ligt natuurlijk. Het restaurant moest een Franse bistro-uitstraling hebben, maar met een eigen Anthony Boulaert twist. Dus zo gezegd, zo gedaan. En dit is uiteindelijk het resultaat. Ik probeer vooral naar de ruimtes te kijken en hoe elke bezoeker er zijn of haar plaats moet vinden. Ook het personeel moet er vlot kunnen werken. Dus dat gaat van zitgelegenheid tot opslag, tot werkplaatsen, tot routing enzovoort. Er moet overal rekening mee gehouden worden. Als ik denk aan een Franse bistro, dan denk ik vaak aan kleuren zoals Bordeaux, groen. En bij Grand Café Brasie vond ik, als ik naar buiten keek, naar het strand, naar de zee, het groen het best passend in het geheel. Ik heb voor Orak gekozen omdat ik op die manier beide stijlen, zowel klassiek als hedendaags, kan samenbrengen. Ik merk dan ook dat mensen meer en meer terug naar klassieke elementen gaan grijpen wanneer ze hun interieur inrichten. Echter dan toch vaak met een hedendaagse twist. Op de scheidingswand tussen het restaurant en de hal heb ik een combinatie gemaakt van 3D-wandpanelen. Met onderaan de klassieke en bovenaan deze met het lineair patroon. Orak is al jaren een trouwe partner. Ik weet dat ik bij Orak terecht kan voor advies. De juiste stalen pakketten hebben zij voorhanden. Als ik een probleem heb en ik ben op zoek naar een bepaalde molure, een bepaald wandpaneel, dan kan ik altijd bij Orak terecht voor het juiste advies.